Zo'n dag gaat het worden, mensen. Ontsmetten met die microfoons en zo. Ja, laten we. Ik bedoel, het is wat dat betreft ook wennen voor ons. Het is heel goed om te zien dat iedereen zijn mondkapje draagt. Maar laten we ook proberen om dit soort dingen met z'n allen erop te letten. De looppaden vrij te houden. 1,5 meter afstand te houden. En zorgen dat inderdaad de microfoons. Dat er niet een drempel is om die op te pakken. Omdat je denkt van, hey, die moet even ontsmet worden. Dus we gaan deze ook nog eventjes zo doen. Maar we hebben, ik ga dit helemaal niet alleen doen, dat eerste panel. Ik heb 3 fantastische panelisten. Komen jullie erbij? Ik ga even die microfoons, als jullie de microfoons ontsmetten, dan ga ik jullie voorstellen. Wat dachten jullie daarvan? Degene die nu met de spuitbus in de weer is Davy. Davy is van Greenpeace. Hij heeft toffe campagne gevoerd het afgelopen jaar, waar zometeen meer over wordt verteld. Met het doekje Nina van Code Rood Show Must Fall. En degene die nu hier staat, met jullie in de rug naar jullie toe, Jante van Fridays for Future. Applausje graag. En als jullie ontsmet zijn, dan ga ik deze ook even doen. Het is dan wel. Het begint wel met een panelgesprek, maar de bedoeling is vooral. En ik ga dat de hele tijd herhalen. De bedoeling is vooral ook dat jullie met ons mee gaan doen en aan het woord komen zometeen. Dus deze microfoon. Oh, dankjewel, Kauthar. Wat super tof van je. Deze microfoon staat er voor jullie. We hebben 1 uur en 1 kwartier voor dit panel. In ons. Vooruitblik, voorgesprek, hebben wij eigenlijk gedacht van ja, met 1 kwartier zijn wij wel klaar. Dus dat betekent dat 1 uur op jullie rust. Nee, ja, we gaan het samen doen. Maar echt, deze strategiedag is er om met z'n allen, gemeenschappelijk met de beweging, de vragen die voor ons liggen, de uitdagingen die er zijn en de kansen die er liggen te grijpen. En daar hebben jullie allemaal heel actief voor nodig. Dus kom zo meteen naar deze microfoon. Om met ons mee te praten als we het panel de eerste ronde hebben afgesloten. Als er hier niemand staat, sta dan voorzichtig op, ga daar staan. Als je wel iemand ziet staan, maar je wil erbij aansluiten, steek dan even je hand omhoog met vinger 1. En als je 1 vinger ziet dan, en je wilt daarna wat zeggen, dan vinger 2, dan kunnen we zo een beetje volgorde vasthouden. Dus als je 2 vingers in de lucht ziet en je wil nog wat zeggen, dan word jij vinger 3. Snap jullie het systeem? heb jij vaker met het systeem gewerkt, Frank? Nee, je hebt niet 2 handen. Paniek. Ja, precies. Als de microfoon vrijkomt, dan is degene die 1 heeft, die mag er gaan staan. En degene die 2 heeft, wordt dan 1. Het zou zo simpel kunnen zijn als we allemaal. Ik hoop dat dit werkt. Als het nou chaos wordt, dan merken we het vanzelf. Dan springen we daar vast op in. Ik denk dat dit voor de zaaldiscussie de beste manier is om te zorgen dat we het veilig, met afstand, overzichtelijk houden. En dat iedereen aan het woord kan komen. Daarover gesproken, als je het woord neemt, neem niet het woord voor 5 of 10 minuten. Dat is niet zo sociaal voor de rest. En het zou fijn zijn inderdaad als je vragen stelt of het relatief kort houdt als je een bijdrage houdt die geen vragen inhoudt. Lieve panelisten, zullen we beginnen? Nina, ja, dat is goed. Wil je eerst even nog heel kort even over jezelf en je organisatie wat zeggen? Ik ben dus Nina, al een aantal jaar actief bij Code Rood. En het afgelopen jaar hebben we dus met Code Rood, ik hoop dat jullie het allemaal weten, maar aan de Show Must Fall campagne gewerkt. Waarbij het eigenlijk ons plan was om een grootschalige blokkade en verstoring van de aandeelhoudersvergadering van Shell in Den Haag te organiseren. Waarvoor we een grote mobilisatie zowel in Nederland als nationaal aan het organiseren waren. En dit panel gaat dus eigenlijk over corona en de invloed die het heeft gehad op onze beweging. En ik denk dat, Shell Must Fall is natuurlijk overduidelijk een voorbeeld. Daar zien we heel duidelijk wat de invloed van corona is geweest op hoe wij organiseren.
omdat wij onze hele grote massa-actie, waar we echt heel hard mee aan het werk waren en waar we zelf heel veel inspiratie uit haalden en heel veel internationaal ook heel veel goede reacties op kregen, die moesten we eigenlijk gewoon helemaal afblazen, omdat we meerdere duizenden mensen verwachten en dat kon gewoon niet. En tegelijkertijd besloot Shell ook natuurlijk om hun aandeelhoudersvergadering achter gesloten deuren te houden. Dus vervolgens hebben wij dat natuurlijk niet door kunnen laten gaan en maar op kleine schaal een meer manifestatie kunnen houden. Waarmee we eigenlijk ook te maken kregen met allemaal regels die ons werden opgelegd vanuit de gemeente Den Haag. Bijvoorbeeld dat we maar met maximaal 30 personen mochten demonstreren en zo. Uiteindelijk zijn we op 3 locaties met 30 personen. In Den Haag op de dag van van de aandeelhoudersvergadering die manifestatie gehouden. En daar werden we ook flink in de gaten gehouden. Want als die nummer van 30 werd overschreden, dan werd die persoon tegengehouden door de politie. En we mochten echt niet meer dan met meer dan 30 personen op die verschillende plekken staan. Dus het was voor ons ook echt... Ja, we zagen eigenlijk meteen ook al hoe erg ons demonstratierecht werd ingeperkt door die coronamaatregelen. En daarover zijn we nu ook nog bezig met een rechtszaak. En voor mij, en ik denk misschien voor heel veel jonge activisten met mij, was corona ook de eerste keer eigenlijk dat ik zo erg een crisis meemaakte. En kon zien wat de effecten daarvan waren op het politieke werk wat wij met Shell Must Fall en wat ik natuurlijk zelf doe. Dus wat dat betreft was het wel ook heel erg leerzaam. En voor mijzelf was het denk ik ook heel erg een bevestiging van systeemkritiek en vanuit het systeem nadenken. Omdat corona natuurlijk ook heel erg laat zien dat niet met even een korte stop op de activiteiten zoals we die gewend zijn. Ja, dat gaat natuurlijk echt niet de problemen oplossen. Daarvoor hebben we natuurlijk veel meer systemische verandering nodig. En daarom ben ik ook heel blij dat we nu wel weer samen kunnen komen om daarover te kunnen hebben. Omdat we het natuurlijk niet zomaar kunnen afdwingen. Want wat ik ook wel zag, wat ik ook wel geleerd heb tijdens corona, is dat het ons eigenlijk nog niet heel erg lukt om echt dat mainstream debat te beïnvloeden. Want ik vind het zelf best wel een soort van gemiste kans, dat nergens eigenlijk in de media ook eigenlijk duidelijk naar voren komt dat corona of pandemieën zoals deze eigenlijk ook hun wortels hebben in de ontwrichting van ecologische systemen, dat het ook gezien kan worden als een klimaatramp. En dat is gewoon iets wat we eigenlijk totaal niet lukken om dat duidelijk naar voren te brengen. En dat je nu ziet dat eigenlijk we dat debat helemaal laten gaan en dat het helemaal wordt overgenomen door groepen als viruswaanzin. En tegelijkertijd dat we eigenlijk ook nog steeds heel regelmatig die boerenprotesten zien. Die eigenlijk gewoon helemaal worden overgenomen door rechtse geluiden. En hetzelfde met die viruswaanzin mensen. Dus dat is ook denk ik wel wat mij ook, wat nu deze periode heel erg zichtbaar wordt. Wat er eigenlijk gebeurt als wij die debatten laten gaan. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook tijdens corona wel ook hele grote hoopgevende demonstraties wereldwijd gezien vanuit de Black Lives Matter beweging. En dat waarvanuit ook vanuit veel klimaatgroepen opgeroepen is voor solidariteit, waarvanuit we met Code Rood zelf hebben kunnen helpen met de sfeerbeheer op verschillende lokale demonstraties. En ik denk ook dat het in Nederland zo groot heeft kunnen worden, is ook omdat er natuurlijk in Nederland al jarenlang gestrijd wordt tegen Zwarte Piet, waardoor er ook al een beweging is van antiracisten en antiracisme activisten, die ook lokaal zijn georganiseerd. Omdat je echt op heel veel plekken, van Enschede tot zelfs aan mijn stad Purmerend, waar ik ben opgegroeid, daar was zelfs een Black Lives Matter demonstratie. Terwijl ik dat natuurlijk nooit had kunnen voorstellen een aantal maanden geleden.
Dus dat is denk ik heel erg hoopvol. En ik denk, laat ook zien wat de potentie is van lokaal organiseren. Al helemaal nu, zoals ik net ook, of iemand noemde net ook lokaal organiseren. In ieder geval, ik denk ook dat dat super belangrijk gaat worden de komende periode. En verder denk ik, heb ik natuurlijk nog best wel veel meer geleerd. Over bijvoorbeeld de tekortkomingen van online actie voeren en online demonstreren. Omdat dat natuurlijk eigenlijk wel echt, ja, we hebben gewoon echt die straat nodig. Dat is gewoon onze plek, denk ik, waar wij ons moeten laten zien en waar we verandering moeten afdwingen. En dat is nu natuurlijk wel veel moeilijker geworden. En daar zit ook veel meer twijfel achter van, oké, wat kunnen we wel maken en hoe doen we dat dan? Dus dat is denk ik ook een belangrijke discussie voor vandaag. Van ja, hoe gaan we die straten eigenlijk weer terugkrijgen? Dat was denk ik even mijn bijdrage voor nu. Top, thanks Nina. Jante, wil je iets vertellen over jezelf en Fridays for Future en hoe het voor jullie is deze afgelopen periode? Top. Ik ben Jante, ik ben 17 jaar en nu wat meer dan een jaar actief binnen Fridays for Future. Binnen Fridays for Future. Voor degene die Fridays for Future niet kennen, wij zijn een jongerenbeweging die opkomt voor het klimaat. We willen dat de overheid meer doet om de klimaatcrisis te stoppen, maar ik denk dat iedereen dat hier wel wil. Dus daar hoef ik er niet heel veel meer over te vertellen, denk ik. We kunnen niet. Neem deze. Dit gaat heel soepel. We hebben alle tijd. Oké. Poging 2. Oh, dit klinkt beter. Top. 25 september is onze volgende actie. Dat zijn lokale acties vanwege corona. Dus zoek even op waar de actie bij jou in de buurt is en hoe laat. En kom dan ook allemaal. Dan over wat corona heeft gedaan, maar binnen Fridays for Future. Wat voor impact dat op ons heeft gehad. Wat voor impact dat had. Dat is een best wel harde klap voor ons. We waren al een hele tijd bezig met onze volgende staking, 3 april. Niet zo lang als Shell Must Fall, maar ook wel gewoon al een paar maanden. We hadden daar heel veel tijd in gestopt. Ik was samen met Jesse, die zit daar achterin, algemeen coördinator. En ik had iets van 3 keer per week een meeting in Amsterdam, terwijl dat voor mij 1,5 uur reizen is. En dan daarnaast nog van alles, school. Wat best wel pittig was. En toen ging de staking niet door, of niet fysiek, door corona. En dat was gewoon heel heftig, want we bouwden daar al maanden naar op. En we hadden er zoveel tijd in gestopt, zoveel moeite. En dan opeens gaat het niet door en valt dat weg. Waardoor de hele motivatie viel voor heel veel mensen weg. We hadden een soort maar storten in. En dat is heel lastig om dat weer op te pakken. We hebben toen wel een online actie gedaan. Maar dat is dan toch altijd wel minder krachtig voor mijn gevoel. Je krijgt dat alleen mee als je in de goede groepen zit. Als je de juiste mensen volgt. En anders dan merk je er helemaal niks van. Dus het is heel lastig om daarmee mensen te bereiken. Dus dat was best wel pittig en daar zijn we ondertussen wel weer bovenop gelukkig. Maar verder viel ook de hele sfeer weg. Wat heel belangrijk is binnen Fridays for Future is de gezelligheid, met elkaar weer zien. Het is echt een soort familie en doordat de fysieke meetings wegvielen, vielen de gezelligheidsmomenten ook veel weg. En de band werd gewoon een beetje zwakker, waardoor motivatie ook weer lastiger was. Mensen hadden gewoon meer moeite om naar meetings te gaan en actief te blijven. Daarbij komt dan ook nog dat het momentum natuurlijk weg is gevallen, want iedereen houdt zich nu vooral bezig met de coronacrisis, klimaatcrisis. Zijn heel veel mensen vergeten dat dat ook nog een ding is. Een best wel groot ding. We zijn dus en momentum kwijtgeraakt en motivatie. Heel veel minder mensen zijn nu actief. Dus dat is gewoon best wel pittig. En momentum terugkrijgen wordt dus nu ook nog veel lastiger, omdat veel mensen het probleem vergeten zijn van buiten de klimaatbeweging. Iedereen vindt corona natuurlijk belangrijker, want dat staat veel dichterbij. Dus op zich misschien wel logisch, maar betekent niet dat we niks moeten doen aan de klimaatcrisis natuurlijk. Dus dat is allemaal best wel zwaar geweest voor ons.
We hebben wel geprobeerd alsnog door te gaan natuurlijk. Opgeven is niet echt een optie. Dus we zijn vooral aan onze structuur gaan proberen te werken, intern ons verbeteren. Dus we hebben bijvoorbeeld een betere besluitvorming gemaakt. En we zijn nu bijna onze visie af. Eindelijk na 1,5 jaar hebben we een visie. Dus gaat lekker. Daarna nog onze eisen en de waarden. Maar het is een begin. Daar hadden we zich wel graag meer aan gedaan in deze tijd. Maar ja, dat is er ook niet van gekomen. Maar het is in ieder geval wat. En verder hebben we dus ook heel veel op lokaal zijn we gericht. En hebben we, zeg maar, want landelijke acties is nu gewoon best wel gevaarlijk. Moet je ook mee oppassen. Dus we hebben heel veel gevraagd aan onze lokale groepen om die zelf acties te laten organiseren. En daar mensen actief te krijgen. We hebben ook best wel veel nieuwe afdelingen erbij gekregen in deze periode. Dus dat is ook wel heel fijn. Dat moeten we zeker niet vergeten. En ik denk wel wat iets heel moois was aan deze periode, is dat we werden gedwongen om creatievere acties te bedenken. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar je kan niet meer gewoon een mars doen ergens op straat. We hebben bijvoorbeeld een krijtactie gehad. En we hebben 4 juni rondom de eindexamenuitslagen hebben we ook een actie gehad. En heel veel van die acties waren ook wel op een manier toegankelijker. En ik denk dat we dat zeker moeten behouden in de toekomst. Om een manier te verzinnen zodat iedereen erbij kan zijn. Ook als je er niet fysiek bij kan of wil zijn. Dat je nog steeds mee kan doen. En dat er een manier is voor iedereen om nog steeds te helpen. Dus ik denk dat dat wel iets heel goeds is wat hieruit is gekomen. Wat we zeker niet moeten verliezen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Black Lives Matter beweging. Die hier ook bij is gekomen. Wat geweldig is. Het is een hele belangrijke beweging die heel veel goede dingen heeft gedaan. En echt heel veel respect hoe zij dit allemaal hebben, zeg maar, in zo'n korte tijd zo groot hebben kunnen maken. We kunnen er heel veel van leren. Maar wat ik eigenlijk nog wel belangrijker vindt, is hoe wij de Black Lives Matter movement zelf gaan ondersteunen. Dus dat erbij blijven betrekken, blijven benoemen. Bij onze acties zeker antiracistische dingen blijven betrekken en in onze eisen zetten. Met woord geven aan mensen van kleur en ga zo door. En wat we er van kunnen leren is vooral zelf antiracistischer zijn. Ik denk dat elke beweging en ook iedereen van zichzelf heel graag zegt dat die antiracistisch is. En dat er nooit iets van racisme voorkomt. Maar dat is, ben ik bang voor heel veel bewegingen, niet waar. Dat betekent niet dat er geen goede intenties zijn. Maar we moeten ervoor blijven werken dat we antiracistisch blijven. En dat we daarmee doorgaan en ruimte creëren voor gemarginaliseerde groepen. En dat erbij blijven betrekken. Want dat gebeurt nog niet genoeg in de klimaatbeweging. Het is een, als je hier rondkijkt, een redelijk witte zaal. En moet er dus voor ruimte creëren voor mensen van kleur en voor andere gemarginaliseerde groepen. En ik denk dat dat iets heel belangrijks is wat we van hen kunnen leren. Dus dat was het, denk ik. Dankjewel. Je mag die houden, we hebben gewisseld. Okay. Deze is schoon, die is schoon. Top. We zijn oké. Davy. Hij werkt wel. Ik moet er gewoon heel hard in spreken. Ik ga mijn best doen. Davy, wil jij iets over jezelf, je organisatie en de acties die jullie hebben gedaan vertellen? Ja, dat wil ik. mijn naam is dus Davy Slog. Ik werk bij Greenpeace. Bijna 2 jaar. En dus best wel gek vind ik al om te bedenken dat een groot deel daarvan opeens in coronatijd was en hoe groot die impact is geweest. Het voelt nog steeds als iets tijdelijks en ik begin me steeds meer te realiseren dat het al best wel lang duurt en dat we ons er steeds meer aan moeten aanpassen. Ik werk als campagneleider klimaat en energie. Afgelopen jaar ben ik vooral heel erg actief geweest op luchtvaart. Dus dat is ook een beetje de bril waarop ik zo meteen waar ik doorheen zal reflecteren. Maar ik zal ook wel een paar algemenere opmerkingen maken. Misschien goed om te zeggen dat voor de mensen misschien die het niet weten, in december hebben wij een hele grote actie georganiseerd op Schiphol. Samen met ook Extinction Rebellion. Was echt een ontzettend mooie dag, vond ik. Want luchtvaart is toch wel lang een beetje een ondergeschoven kindje geweest in de klimaatbeweging. In ieder geval wereldwijd ook met name. Ook Greenpeace internationaal gebeurde daar weinig op.
En wij zijn er dus, sinds een tijd zijn we daar in Nederland echt flink mee aan de slag met Greenpeace Nederland. En wij hadden en hebben hele grote zorgen om het Nederlandse luchtvaartbeleid, omdat dat heel erg gestoeld is op meer vluchten en dus meer uitstoot, meer overlast, meer schade voor de gezondheid. En toen we begonnen met deze campagne hadden we nooit verwacht dat het zou lukken om zoveel mensen bij elkaar te krijgen voor een grote actie op Schiphol. En dat is toen gelukt in december. En op dat moment hadden wij dus op dat onderwerp en met die actie heb je een onwijs gevoel van momentum. Het is ook wel weer gek, want je hebt dan even de feestdagen en dan kom je in januari weer terug. En dan is het ook altijd weer eventjes, de batterij moest er even opgeladen. Maar de batterij was eigenlijk net weer bij het hele team opgeladen, want het was ook wel echt een pittige klus was het geweest voor ons. Wij gingen natuurlijk door met onze campagne. En wat dus wat even slikken was, was dat we waren best wel ver met het voorbereiden van een actie. Niet zoals jullie maanden in the works, of wel langer denk ik, of bij jullie. Maar wel echt ook al behoorlijk veel bloed en zweet en tranen ingestopt. En echt ongeveer de week dat de intelligente lockdown begon, hadden wij wel plannen en die gingen niet door. Dus dat was heel erg zuur om mee te maken. Dus de impact was meteen ook heel praktisch, zeg maar. Hij was meteen heel theoretisch, maar was ook heel praktisch. Oké, dit gaat niet meer door. Hier komen we nu niet mee weg. Dit is niet het moment om dit nu te gaan doen. Wat ik heel interessant vond om te zien en waar ik echt wel heel erg onder de indruk van was en wat me ook eigenlijk heel veel hoop geeft, is dat vervolgens het schakelen naar het dan gaan we het anders doen. En niet alleen binnen Greenpeace, maar ook met alle organisaties en bewegingen waar je mee samenwerkt, ging deels heel erg vanzelf. Je blijft elkaar opzoeken, je blijft elkaar vinden. En dat was wel echt mooi om te zien. Het is, sindsdien is het denk ik echt een zoektocht. Als ik verder ga over luchtvaart, daar is gewoon heel veel op veranderd. Wat heel gek is, en dat is echt heel gek, is dat is nu de uitbreiding van Schiphol met de meer vluchten is tijdelijk van de baan. Dus je hebt je campagnedoel bereikt. maar er was geen champagne en er was geen feest. Want je hebt het niet bereikt met de maatschappelijke verandering die je wilde. Met het bewustzijn, we doen dit niet vanwege het klimaat. We doen dit niet vanwege wat dat doet voor volgende generaties. Het was gewoon heel erg vanuit economie. Vluchten, we weten het nu even niet of dat allemaal wel werkt. En of dat financieel verstandig is. En dat is, aan de ene kant ben je heel blij. Want het geeft weer extra tijd en extra ruimte politiek. Om dus dat idiote besluit, om Schiphol te laten groeien. Te beïnvloeden en ervoor te zorgen dat het definitief van de baan gaat. En aan de andere kant is het heel jammer dat die klap er niet is geweest vanuit een soort collectief bewustzijn van dit willen we niet meer. Dus dat was heel gek om mee te maken. En wat er natuurlijk gebeurt op het luchtvaartdossier. En ik denk dat iedereen dat wel heeft meegekregen. En ik denk dat bijna iedereen hier daar wel vroeging over voelt. Is de onwijze miljarden deal die er voor KLM is gekomen. Wij hebben daar wel heel snel onze pijlen op gericht. In de hoop, ook met echt andere kantoren in Europa van Greenpeace. Want we zagen dat echt in elk land in Europa wel gebeuren. Dat er gewoon miljoenen en miljarden naar luchtvaartmaatschappijen gingen. En echt in de hoop van kunnen we daar nog groene voorwaarden aan koppelen? Kunnen we gewoon al die groene praatjes die er toch bij al die regeringen, in ieder geval voor corona waren, kunnen we daar nu zeggen van als je dan nu toch een beetje een vinger in de pap krijgt, gebruik dat dan en stel groenere voorwaarden. Dat hebben we op heel verschillende manieren gedaan. Een petitie, de lobby, die ook opeens heel anders is. Want je kan niet meer naar een debat toe. Je kan zoomen met een politicus misschien, maar je kan niet meer, wat ik toch wel heel belangrijk vind, als een soort getuige bij een debat aanwezig zijn en iedereen in de ogen aankijken. Dus dat was ook allemaal heel anders. En uiteindelijk altijd ons ultieme middel was een actie. Dus we hebben actie gevoerd op de landingsbaan van Schiphol, waar de KLM-vliegtuigen geparkeerd stonden. Aan de ene kant een beetje grappige actie, omdat je dus, wat blokkeer je? Ze stonden stil. De landingsbaan was niet in gebruik. En aan de andere kant vonden wij het een hele symbolische actie die wij hopen ook bij KLM wel pijn heeft gedaan. Omdat het voor hun natuurlijk uitermate pijnlijk is dat hun vliegtuig, hun parels, hun kapitaal stond daar op die baan en het deed niks. En dat wij daar dan omheen konden fietsen en een spandoek konden uitrollen. We hoopten in ieder geval dat dat pijn zou doen. En wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, dat we daarmee aandacht konden vragen voordat er echt die groene voorwaarden moesten komen. Dat aandacht vragen is denk ik gelukt. Die groene voorwaarden zijn niet gelukt. Maar wat ik wel, en dit geeft me echt ook heel veel hoop, is wat ik echt, of ik nou naar de
kapper ga of naar de sportschool of ik praat met een vriendin die niet zo met klimaat bezig is, vroeg of laat hoor ik ergens wel weer, ja, en die miljarden voor KLM. Holy shit. Dus ik ben heel erg, ik merk wel gewoon heel erg dat door corona er wel weer heel veel essentiële vraagstukken zijn opgerakeld. Van wie helpen we en waarom? Wat is gelijkheid? Wat gebeurt er als we onder druk staan als maatschappij? En hoe gaan we daar dan met elkaar om? Welke keuzes maken we dan? Ik heb net als Nina ook nog nooit zoiets meegemaakt dat er opeens echt een crisis was als deze. Wat het mij heel erg, ook gevoelsmatig, ook al wist ik dat wel heel erg in mijn hoofd, heeft inzien van dat het allemaal goed gaat. En dat er in mijn hele leven tot nu toe nog niet echt in Nederland zoveel was gebeurd als op deze schaal. Voor mij als persoon. Betekent niet dat dat zo blijft. En ik zie dat heel veel om me heen. Dat er ook wel een soort iets is van, oh ja, we doen het wel echt met elkaar. We hebben invloed op wat er gebeurt. Er komen verkiezingen aan. En daar voelen wij dus ook wel heel erg veel momentum. En we vinden het dus ook heel belangrijk wat er nu de komende maanden naar maart gebeurt. Ik weet niet hoeveel je nog van dit kabinet kan verwachten als het gaat om klimaat, als het gaat om groen. Oh, daar waren je allemaal dingen weg. Ventilatie is belangrijk in deze tijd. Ja. Maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is wat er met een volgend kabinet gaat gebeuren en wie dat zijn. Dus daar richten wij ook echt wel onze pijlen op. En daar zijn we nu ook druk mee bezig. En ik denk dus in ieder geval wat echt, er zitten ook echt wel positieve kanten aan. En dat zijn dus echt, je hebt het zo vaak gehoord, oh wat zijn de luchten blauw, wat fijn dat ik door een bos kan lopen. Maar ook wat vervelend dat als er zoiets als dit gebeurt, het raakt ons niet allemaal gelijk. We worden allemaal ongelijk geraakt. En dat geldt elke keer als de maatschappij onder druk staat, altijd als er een crisis is, we worden niet gelijk geraakt. En daar schrikken mensen van en dat willen ze niet. Dus ik heb ook wel heel erg hoop dat mensen dat meenemen. En ik hoop dat het niet vervliegt. En ik denk dat we daar ook een rol in hebben. En dat we die moeten vervullen. Dat het niet vervliegt. Ja, is natuurlijk ja, ik ben heel goed geworden in de vliegsynoniem. Ja. Ik heb een hoop vragen. Maar ik heb ook beloofd dat we vooral met jullie het gesprek aan gaan. Dus ik wil eerst even kijken of er al mensen zijn die naar de microfoon willen komen. Ik weet eigenlijk wel dat het zo is. Maar misschien wil je niet de eerste zijn. Wees het toch maar. Kom maar, ja. Ik zie daar inderdaad, dus dan gaan we het systeem proberen te hanteren inderdaad. Probeer de looppaden een beetje zo aan de buitenkant of door het midden te pakken. En er wordt goed met vingers gewerkt, heel goed, let op elkaar. Ja. John. Goeiedag, John van Mullum, ik werk voor de FNV. Ik heb niet zozeer een vraag aan het panel, maar ik wil ook even wat delen vanuit hoe wij als FNV deze hele crisis hebben ervaren. En ook bedenk wel een punt van waarschuwing voor de hele linkse klimaatbeweging. Never waste a good crisis. En dat is wat heel veel werkgevers op dit moment aan het doen zijn. Wat we zien in Nederland is een enorme armoedeval. Vooral van mensen aan de onderkant van de samenleving. En we zien dat echt ook vanuit de FNV als voedingsbodem voor extreem rechts. En ik denk dat we ons heel bewust moeten zijn op het moment dat wij als beweging daar niet aan relateren, aan dat soort sociale vraagstukken, van hoe gaan we daarmee om? Hoe betrekken we deze mensen bij de klimaatbeweging? Maar hoe gaan wij ons als klimaatbeweging daaraan relateren? Dat we niet die massa op de been krijgen om die hele noodzakelijke veranderingen teweeg te brengen. En ik hoop dat we ook vandaag dit soort discussies met elkaar kunnen gaan voeren. Dus niet alleen het ideële wat willen bereiken, maar hoe gaan we deze mensen in beweging krijgen? Want het is een vraagstuk waar we echt tegenaan lopen. En er is wel hoop. Er vinden de laatste tijd weer veel meer stakingen plaats. Mensen komen in verzet tegen het beleid. Kijk naar de NS. Never waste a good crisis. Ze willen daar enorme miljardenbezuiniging doorvoeren. Terwijl het juist noodzakelijk is dat er meer openbaar vervoer komt. En ik denk dat we daar ook al verder moeten over gaan praten. Ik kan een heel boek over schrijven, dat ga ik niet doen. Dus ik hoop dat we ook dit soort discussies vandaag met elkaar kunnen gaan voeren. Van hoe gaan we dat doen? En voor het panel, ik loop al aardig lang mee. Ik heb ook nog nooit zo'n crisis meegemaakt. De laatste keer was 1918, dus ik denk dat het wel even heeft geduurd. Dus, dank jullie wel. Tom, wil je de microfoon eventjes? Natuurlijk, ja. En dan mag de volgende alvast deze kant op komen. Het gaat goed met het bijhouden,
Maar het gaat nog niet goed met dat er alleen maar mannen zijn die hun hand opsteken. Dus zo meteen even aansluiten. En, ja. Kijk, het is natuurlijk niet gek dat voor... Sorry, Mayna van der Zwan, hier vandaag namens de Internationale Socialisten. Het is natuurlijk niet gek dat de klimaatbeweging momentum is kwijtgeraakt. Het is gewoon voor iedereen een ontzettende, ontwrichtende, ontregelende periode geweest. Maar ik denk wel dat... klimaat is nog steeds een onderwerp dat bij heel veel mensen bovenaan staat. En een heel... Er kwam een paar dagen geleden een onderzoek uit de aparte hoek, namelijk Vattenfall, een Zweeds energiebedrijf. Die hebben een survey laten doen in alle landen waar ze zitten. En daaruit bleek dat klimaatverandering voor iedereen daar, ook in deze, dat was van juni, nog steeds het belangrijkste onderwerp was. En dat gaat over landen als Frankrijk, Nederland, Duitsland, Zweden. 69% van de ondervraagden was het... maken zich ernstig of zeer ernstige zorgen over klimaatverandering. En je ziet het ook rond onderzoeken over rond de verkiezingen, dat mensen dat na zorg echt heel, zeg maar, bovenaan hebben van waar er iets aan moet gebeuren. Maar je ziet het inderdaad niet terug in het publieke debat. En dat is in ieder geval een les die we kunnen nemen, een positieve les. Online activisme werkt niet. Daarmee heb je geen impact. Je moet de straat op. Dat is iets heel waardevols om te zien. Van Black Lives Matter hebben we geleerd hoe dat moet. Want terwijl wij allemaal zeg maar thuis zaten te vergaderen van hoe ga je het allemaal veilig doen, werd het daar gewoon getoond van zo doe je dat. En dus hebben we best wel, zeg maar, een helder pad van weer het momentum gaan opzoeken. En ik denk dat in de eerste plaats zit. We moeten weer de straat op. Ik denk dat lokaal dat doen de eerste stap is, want zeg maar groot en landelijk is niet meteen waar je naartoe gaat, maar rond lokale thema's weer mensen rond weten te verenigen. En dat op een gegeven moment weer vertalen naar grote landelijke protesten, waar inderdaad het punt van het moet niet alleen maar, zeg maar, ambitieus qua klimaatbeleid, veel hardere reductie, maar het moet eerlijk. En dat betekent dat de grote bedrijven, dat die miljarden niet naar hen gaan, maar naar mensen moeten gaan. En dat moeten we echt onderdeel maken van ons eisenpakket. En dan is het potentieel voor aansluiting vinden bij veel grotere groepen, denk ik, enorm. Dus ik zie ook, ondanks alle ontregelingen, zie ik ook een heleboel hoop. Omdat het gaat over hoe willen we de maatschappij inrichten en waar moeten er miljarden naartoe. Dat ligt best open nu. Thanks. Je was de volgende, toch? Ja, daarmee. Ja, heel goed. Ik heb hier... Nooit zo schoon geweest. Zo, nou dan. Oké. Ja, ik wou even terugkomen op die... Armando, wie ben je? Ik ben Armando. Extinction Rebellion en ik heb onder andere meegeholpen bij de Geen Poen Zonder Plant campagne die we kort na de coronacrisis inzetten. En daar wil ik even op reageren, ook kijken hoe jij terugkijkt op jullie campagne rondom de luchtvaart. Ik ben namelijk enigszins van mening veranderd over die campagne en denk dat we daarmee de luchtvaart en het kabinet heel sterk in de hand hebben gewerkt, hoe je dat ook noemt. Omdat we met de Geen Poen Zonder Plan of Verbind Groene Voorwaarden eraan de illusie hebben gewekt dat luchtvaart groen kan. Dat er vergroening nodig is zonder krimp. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Dat dat iets is wat we in de toekomst, waar we op de toekomst, in de toekomst op moeten letten. En vraag me af hoe jullie erop terugkijken, want dat is een reflectie die ik net niet hoorde. Ja, ik denk dat die... bij ons iets meer uit elkaar lag. Iets meer dus toen jullie bij die petitie Geen Poen Zonder Plan. Milieudefensie heeft een
ik kijk of ik hem van jullie vind, zie. Een gelijksoortige petitie. En wij ook. En ik weet nog dat toen die petitie werd gevormd, ik moet eerlijk zeggen dat ik in dat stadium echt dacht dat er veel meer dit soort bail-outs zouden komen. Niet alleen KLM, maar dat ik echt dacht van nou, er gaan super veel grote industrie. En ook als je kijkt nu naar die NOW-regelingen, dus de algemene regelingen, is er bijvoorbeeld wel heel veel geld naar Tata Steel gegaan. Echt veel geld. En dus die petitie ging eigenlijk meer over het algemene principe en gaat ook nog steeds over het algemene principe. En er komt ook een vervolgsteunpakket aan en dan zie je ook bijvoorbeeld wel weer dat de SER oproept van nou echt bij die algemene maatregelen, daar moet je echt ook wel verder kijken dan alleen deze crisis. Het is echt een vraag of dit kabinet dat gaat doen. Ik heb daar een hard hoofd in, maar die zat daar heel erg in. Als het gaat om verbind groene voorwaarden aan de steun voor KLM, ben ik het heel erg met je eens dat het altijd heel erg het risico oproept, zodra je ook maar duurzaam en luchtvaart zegt, dat men, de gemiddelde persoon denkt dan aan technische oplossingen. Aan een elektrisch vliegtuig of aan een biofuels vliegtuig of wat dan ook. We weten, de kennis is er om te weten dat ons dat niet snel genoeg gaat helpen. Dus ik denk dat je die disclaimer altijd moet plaatsen. Wij doen dat eigenlijk ook altijd in de eerste zin of zo. Zeggen we altijd, en dus minder vluchten. Maar ik denk dat het een hele geldige soort van reflectie is op van hoe in hoeverre landt dat. En ik zie wel een hele positieve ontwikkeling in de geen groei. Als je kijkt nu naar de media en als je kijkt naar wat politici zeggen, daar zit echt een ontwikkeling in. Dat het echt niet alleen dat de techniek gaat komen, dat die groei dus niet kan. Maar mainstream het begrip dat je dus minder moet gaan vliegen en dat er minder vluchten moeten komen. Ja, daar moeten we echt nog, denk ik, misschien nog wel veel voorzichtiger mee zijn en hoe we ons daarover uitlaten. Want niet iedereen leest de tweede of de derde zin en daar heb je helemaal gelijk in. Ja, klopt. Ja, nee, is helemaal waar. Ja. Nee, en ik denk ook dat wat heel moeilijk was aan deze periode, en ik denk dat iedereen hier nog steeds heel erg mee stoeit, is, zeg je dan geen poen? durf je dat in die eerste fase waarin werkgelegenheid ook zoveel mensen zo dichtbij raakt? En is dat dan, hoe doe je dat dan rechtvaardig? Hoe ga je daar dan mee om? We zijn nu in een fase beland. Het zou mij niks verbazen als er nog een tweede keer geld komt voor KLM. En dat je nu misschien wel zegt, nou, gewoon niet. Want het moet echt minder. Ja. Ja, fijn ook dat je zelf reflectief bent. Want ik denk dat een dag zoals vandaag over de uitdagingen voor de klimaatbeweging in deze tijd ook vraagt om zelfreflectie. En Nina die zei dat ook al. We hebben toch wel kansen laten liggen in die zin over hoe het debat gedeeltelijk tussen onze vingers doorglipt. Dat vraagt ook vragen te stellen van wat hadden we beter kunnen doen? Of waar hebben we ons misschien een strategische fout gemaakt? Dus dank daarvoor ook voor dat soort vragen. Graag meer van dat soort bijdragen. Yes. Dank je Niels voor die bijdrage. Dat is eigenlijk precies mijn punt. Maar ook deels een antwoord erop. Wat ik denk dat, ik vraag me af hoe de groepen daar zelf tegenaan kijken. Wat ik denk dat fout gaan deels is dat we heel erg gefragmenteerd al waren, maar dat de coronacrisis dat eigenlijk alleen maar heeft verergerd of heeft blootgelegd. Want we zeggen wel dat de coronacrisis ook, oh ja, trouwens Jesse van FFF, hoi. Maar we zeggen ook dat de coronacrisis zeg maar bloot heeft gelegd wat het probleem is met het systeem. Maar eigenlijk heeft het ook net zo goed blootgelegd hoe zwak de klimaatbeweging eigenlijk is. Ik bedoel, no offense, maar er waren in die eerste 2-3 weken kwamen er 3 petities van 3 verschillende NGO's die alle 3 ongeveer hetzelfde hadden. En ik weet niet hoe die groepen daar tegenaan keken, maar dat maakte mij echt best wel boos en gefrustreerd. Ik dacht van, waarom is dat niet, hoe kan het dat het dan niet is gecoördineerd en hoe kan het dat we dus zo, dat we niet gewoon met een heel hard antwoord kwamen en inderdaad dat we niet het publieke debat hebben gedomineerd. En ook dat politieke leiders zijn totaal niet bang voor ons zodra we gewoon een online actie gaan doen. Want dan zit gewoon in ons linkse cirkeltje en dat is prima voor ze. En dus het feit dat zij niet bang voor ons zijn, dat wij dus blijkbaar zelf niet goed georganiseerd genoeg zijn en niet goed samenwerken met elkaar om die angst wel bij hen op te wekken, vind ik best wel verontrustend. En ik vraag me eens af hoe anderen er tegenaan kijken en ook hoe anderen denken dat zij in de coronacrisis zijn omgegaan met hun eigen groep en met andere groepen. Van, heb je vooral gefocust op hoe kan je eigen groep hier alsnog het beste uit naar voren komen en aandacht vragen? Of heb je gefocust op hoe kunnen we samen met andere groepen dit doen? En dus ook eigenlijk specifiek over die petities, dat het best wel deprimerend was, vond ik. En ook eigenlijk best wel gênant voor de klimaatbeweging. Maar misschien vonden andere groepen dat niet. Aan het applaus te beoordelen
instemming. Willen jullie hier iets op reageren? Want ik zag wel... Ja, ik heb wel een reactie hierop. Want ik ben het best wel erg met Jesse eens. Want wat ook iets is wat mij heel erg boos is heeft gemaakt... dat is de campagne die gelanceerd werd door Milieudefensie. Met een online filmpje waarin het beleid van Rutte rondom de coronacrisis... als daadkrachtig werd omschreven. En zeiden ze, en daarom zijn er nu geen klimaatmaatregelen. En dat is natuurlijk precies wat zij willen dat wij zeggen. En in eerst, zeg maar, het beleid van Rutte rondom corona, dat zien we nu al helemaal, dat ze nu gewoon die zorgwerkers weer gewoon helemaal in de steek laten. Dat is natuurlijk totaal niet daadkrachtig te noemen. En dat was ook niet de reden waarom we nu geen klimaatmaatregelen hebben. En ja, dat soort dingen gebeuren wel gewoon in onze beweging en gaan eigenlijk wel gewoon ja, bijna ongehoord voorbij. En dat laat denk ik ook wel zien ja, dat we gewoon denk ik ook kritisch op elkaar moeten zijn. Want alleen ja, zo gaan we die strijd winnen. En alleen op die manier kunnen we die strijd denk ik aangaan. Ja, en ik denk dat dit ook wel, tenminste vanuit de verschillende groepen die dit organiseren, er is grote solidariteit en betrokkenheid bij elkaar. En dat we iemand aanspreken op, dit was misschien niet het allerhandigste, betekent niet dat er niet steun en solidariteit voor die organisatie in algemene zin is. Maar juist op plekken als hier is het denk ik goed om met elkaar ook uit te spreken wat niet goed gaat en wat beter kan en moet. Dus doe dat, maar doe dat ook solidair en niet... op de mensen spelen die daarbij betrokken zijn, maar echt op het grotere verhaal. Mag ik heel misschien nog, want misschien verdient Jesse wel een antwoord op haar vraag over die drie petities. En van de drie kan, van ik was de enige van de drie die er ook één, van wiens organisatie ook één petitie was. Want ik denk dat je helemaal gelijk hebt, Jesse, dat is gewoon niet goed genoeg. En dan stemmen we niet goed genoeg met elkaar af. En ik kan het alleen uitleggen doordat op zo'n moment... verandert de wereld van de mensen die daarmee bezig zijn ook gigantisch. Dus je werkplek is opeens je keukentafel geworden. En je bent met een miljoen dingen tegelijk bezig. Dus onder andere met... en ik denk dat dat voor elke... Dus ik denk dat dat ook toen zo was voor XR, de Goede Zaak en voor Milieudefensie. We hebben wel sindsdien... trekken we samen met die petities op. Dus we hebben bijvoorbeeld binnenkort weer een online bijeenkomst. Online. met Kamerleden. Waarin we dus zeggen van nou, start van het nieuwe jaar. Samen hebben wij 150.000 handtekeningen. Wat gaan jullie doen? Dus het, we trekken wel sindsdien samen op. Maar dat gebeurt is gewoon super jammer en super zonde. Ook omdat ze net een beetje verschillen. Dus zijn we het dan niet met elkaar eens, weet je wel. Dus dat, terwijl we het op de hoofdlijnen natuurlijk hartstikke eens zijn. Dus het is gewoon jammer en ik... denk dus op zo'n moment van crisis, van paniek, schiet iedereen toch terug in zijn eigen tokootje. En dat hebben we denk ik nu echt geleerd en dat moeten we dus niet meer doen. Dus van ons allemaal. Ja, hoi, ik ben Jelle van Extinction Rebellion. Ik hou me bezig met de media. Dankjewel. Wat mij opviel tijdens het begin van de coronacrisis met onze Geen Poen Zonder Plan campagne is dat we, los van de inhoud van onze petitie, dat we ook opeens heel andere actiemiddelen gingen gebruiken dan normaal en dat we daardoor onze identiteit een beetje kwijtraakten. Disruptie door vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid, dat zit er eigenlijk digitaal niet in en ik vraag me af of andere... bewegingen, die hebben misschien een andere identiteit en andere actiemiddelen, maar die hebben met hetzelfde fenomeen denk ik wel te maken gehad. Dus mijn vraag is, hoe hou je je identiteit vast als je opeens zo'n actiemiddel moet wisselen en hoe ga je daarmee om? Top. Kijk, het is natuurlijk niet de ideale, het is sowieso niet de ideale situatie nu. Maar naast fysieke en online acties heb je natuurlijk ook nog symbolische acties. En dat is zeker, misschien niet ideaal, het is nog steeds niet 100% in lijn met je identiteit. Maar daarmee kan je ook heel veel doen. En ik denk dat we vaak de kracht van symbolische acties vergeten. Omdat het hoeft er verder, maar mensen kunnen heel makkelijk misschien wel meedoen. Maar verder, je hoeft er niet heel veel voor te doen. Je ziet niet heel veel mensen daar... maar het is nog steeds wel heel sterk. En ik denk dat het ook heel toegankelijk is, wat ook een heel mooi punt is van symbolische acties. Dus ik denk dat we daarin die ook meer moeten gebruiken, de kracht daarvan, en dat erin verwerken.
Ja, hi, ik ben Lisette van Fossielvrij NL en ik wil eerst even zeggen dat ik super blij ben dat we hier met z'n allen samen zitten. En even misschien een kort applausje voor de organisatoren, want ja. Het is echt super bijzonder in deze tijd om überhaupt iets georganiseerd te krijgen. En het is echt een bijzonder moment, dus ik wil ook echt, ik hoop ook echt dat we het meeste halen uit vandaag. En daarom mijn vraag, misschien ook voor het panel. Ja, Nina zei het al even, we hebben kansen laten schieten inderdaad. Hoe krijgen we dat klimaat op heel korte termijn weer heel hoog op de publieke agenda? Want het is natuurlijk te belachelijk voor woorden dat we midden in een hittegolf zitten. Dat er overal bosbranden zijn, dat er mensen doodgaan van de hitte. En dat het nog steeds over, ja, inderdaad, al die coronamaatregelen en al die kleine stapjes gaat. En dat al die verhalen ook in de media niet aan elkaar verbonden worden. En het frustreert me echt enorm dat we het niet voor elkaar krijgen. Frank deelde een heel goed filmpje van Pieter Derk die dat heel goed aankaarten van hoe kan het nou toch dat het nog steeds niet het voorpagina nieuws haalt. En zo'n bijzaak is, terwijl we echt voor een enorme crisis staan. Dus ja, dat is toch mijn grote vraag voor vandaag. Enerzijds, hoe krijgen we het zo snel mogelijk heel hoog op de publieke agenda? En anderzijds, moeten wij met z'n allen ook echt gezamenlijke eisen gaan stellen? En hoeveel draagvlak is er hier voor gezamenlijke eisen? Want misschien kunnen we daar vandaag al wel naartoe werken. Dat we met z'n allen een vuist kunnen maken. En het en hoog op de agenda zetten. En ja, een hele duidelijke eis stellen met z'n allen misschien. Ja, dankjewel. Nou, voor die eisen hebben we ook post-its aan jullie verdeeld. Dus die mag je zo meteen op de post-it muur ook plakken. Dat helpt ons bij het kijken. Zijn we het op eisenniveau eens? Maar ik denk dat het inderdaad naast het inventariseren ook echt organiseren is. Dus dat moeten we met z'n allen doen. Wil een van jullie hier nog op reageren? Of zullen we gewoon nog wat vragen? Hoe krijgen we het voor? Nou, ik denk dat er al verschillende elementen van antwoorden, denk ik, in alle bijdragers vanuit het publiek zijn gekomen. Ik denk dat John op dat punt net een goede bijdrage had van ja, we moeten ons solidair organiseren met mensen die ook ja, getroffen worden in de bezuinigingen op de werkvloer. Ik denk dat Jesse daar ook net een goed antwoord op had van ja, we moeten gezamenlijk optrekken en zorgen dat we geen steken laten vallen. En ik denk ook, nou ja, we hebben natuurlijk wel gezien sinds de opkomst van de scholierenbeweging, dat is wel echt een periode geweest waarin wel het klimaat regelmatig de voorpagina's haalde. En ik denk, ja, dat we op die energie verder moeten en ja, eigenlijk ja, moeten escaleren en ons beter organiseren. Wil je daar misschien nog iets op aanvullen? Nou ja, ik ben het er natuurlijk helemaal mee eens. Ja, ik heb er eigenlijk verder niet heel veel over te zeggen. Maar ja, ik. Ja, ja, nogmaals, 25 september, kom allemaal. Wordt supergezellig bij elke actie, denk ik. en nou ja, ik herhaal maar gewoon meer samenwerken. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En elkaars boodschap versterken. Mijn naam is Filip van Code Rood. Ik heb een paar punten. Ja, ten eerste wil ik me aansluiten bij ja, een aantal van de punten die gemaakt zijn hiervoor. Van, ja, we moeten op een andere manier nu eigenlijk dat momentum terugpakken. En daarbij denk ik dat we ja, corona, klimaat en economische crisis aan elkaar zullen moeten verbinden als we zeg maar aansluiting willen houden bij die mensen die op dit moment ja, getroffen worden door corona en economische crisis. Dus als we relevant willen blijven. Waar we hiervoor over klimaatrechtvaardigheid en een rechtvaardige transitie spraken, denk ik dat we eigenlijk nu moeten gaan spreken over een rechtvaardig herstel. Een herstel vanuit corona en een herstel vanuit deze economische crisis. En een rechtvaardige transitie naar een, ja, een fossielvrije samenleving, een duurzame samenleving. En ja, dat. En
Ik ben trouwens ook heel erg benieuwd wat John zelf verder nog aan praktische suggesties heeft. Omdat hij heeft vooral de vraag, een hele belangrijke vraag, opgeworpen. Maar misschien heeft hij daar nog wat betreft antwoord ook iets aan toe te voegen. Ik wilde ook nog aansluiten op het punt van Armando over de luchtvaart en die campagnes. Want ik denk dat er daar misschien inderdaad wel iets van kansen zijn blijven liggen. En het is misschien goed om dat naar de toekomst toe mee te nemen. Dat het tijd is om echt een paar stappen naar voren te nemen. En te zeggen van, hey, een duurzame luchtvaart, dat is niet zeg maar waar het om gaat. Maar kijk, als er heel veel geld gaat naar de luchtvaart, als er heel veel geld gaat naar Tata Steel, dat betekent dat bedrijf vervolgens ook in publieke handen moet komen. Dus eigenlijk moet het dus, dat is publiek geld dat er naartoe gaat, dus dan moeten we daar ook publieke zeggenschap over krijgen. En dat moet dan gekoppeld worden eigenlijk aan een soort van ontgroeinarratief of een soort krimpnarratief. En dat we daar ook een meer realistisch en duidelijk verhaal over gaan vertellen. Van sommige sectoren als onderdeel van het herstel en de transitie zullen moeten gaan krimpen. En andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de zorg, willen we eigenlijk dat die gaan groeien. En dat is mogelijk. En ik denk dat we daar ook kansen hebben als beweging. Ik zag net inderdaad drie mensen die hun hand opstaken met nummer 3. Het is inmiddels gecorrigeerd. Ik zie nog 5 mensen die het woord willen hebben. 6. Ja, ik denk dat nog net gaat lukken in de tijd die we hebben en dan met een afsluiting. Maar dan wel het verzoek om inderdaad het zo kort als dat je kan te houden. Ewout, jij was volgens mij degene met nummer 1. Ja, ik ben Ewout van Internationale Socialisten. Ik wilde even op terugkomen op de discussie over van de eerste reactie op de coronacrisis. Want ik denk dat wat we daar zagen is belangrijk om te analyseren. Omdat dit iets is wat vaker voor gaat komen. Zeker op het moment dat we ook nog andere klimaatrampen zich gaan aandienen. En wat je eigenlijk zag was dat heel gevestigd links een soort van meteen dat narratief omarmde van samen uit de crisis. En ik denk dat dat echt een zwaktebod is, waarmee je bindt aan een neoliberaal kabinet zoals dat van Rutte. We hebben het al gehad over dat campagnespotje van Milieudefensie. Ik denk dat je hetzelfde zag ook bij de FNV, die er echt op zaten van en nu samen met het kabinet allemaal afspraken gaan maken. Terwijl de FNV tegelijkertijd maandenlang de zorginstellingen een beetje aan hun lot over liet gaan, terwijl er duizenden mensen stierven. Tenminste, het duurde een hele tijd voordat de FNV die belangen naar voren bracht, de belangen van werkende mensen. Ik denk ook dat de vakbond een kans gemist heeft om op de rem te staan met de 14-euro-campagne. Juist op het moment dat veel meer mensen het belang zien van het onderbetaalde werk dat heel veel mensen doen. En hetzelfde zag je natuurlijk ook bij parlementair links, die in eerste instantie ook achter Rutte ging staan en pas na 2 maanden ook kritisch begon te worden op het beleid. Terwijl het heel duidelijk was dat vanaf het begin af aan Rutte en het kabinet een heel lakse houding hadden en het maar een beetje zo aankeken. Ik denk dat punt wat Nina maakte heel belangrijk is voor links en voor de klimaatbeweging is keer op keer benadrukken van de coronacrisis komt niet uit de lucht vallen, is een klimaatcrisis, is verbonden met de expansie van kapitalisme en de manier waarop industriële landbouw dat soort van reservoirs van pandemieën creëert. En het belang, denk ik, voor solidariteit met werkende mensen in verschillende sectoren. Ik denk dat dat in de eerste plaats gaat natuurlijk over de zorg, die nu aan de vooravond staan van misschien wel weer een nieuwe piek. Maar ook het onderwijs, waar al jaren actie wordt gevoerd. En waar docenten met gigantische werkdruk nu opeens ook nog in een redelijk onveilige situatie op heel veel plekken hun werk moeten doen. Digitaal misschien moeten overschakelen. Heel veel druk bij ze komt te liggen. Dus belangrijk dat we daar solidair mee zijn. Ik denk het punt wat John maakte heel belangrijk is van de manier waarop extreem rechts juist hieruit lijkt te groeien. Ik denk dat de afwezigheid van zo'n links verhaal en een kritiek ook op het kabinet ervoor zorgt dat zij gewoon steeds dominanter worden in hun geluid. Dat zagen we met de boeren, maar dat zien we ook met de acties van de complotdenkers nu. Die ervoor zorgen dat het kabinet ook nog geremd wordt in het nemen van effectieve maatregelen tegen tegen het coronacrisis. Omdat al die complotdenkers ook steeds dominanter worden. En het is iets, die versterking van extreemrechts, die ook zich weer tegen de klimaatbeweging gaat keren.
Tot slot, ja, ik wil me ook heel erg aansluiten bij het punt wat Philip maakte over van wat voor eisen stel je ten opzichte van bedrijven zoals KLM of fossiele industrie. In 2008 zagen we, er werden miljarden gegooid naar de banken en daar werd ook geen zeggenschap tegenover gesteld. Hetzelfde zou, wat nu zou moeten gebeuren is, voor KLM die hebben de eerste miljarden gekregen, waarschijnlijk, wie weet hoe lang dit gaat duren, ik bedoel nog een jaar, nog twee jaar, hoeveel geld daar dus nog naar hem toe moet. Dat betekent dat we een discussie moeten hebben over maatschappelijke controle, over KLM, over Schiphol en dat die ingekrompen worden en dat er vervangend werk komt voor de mensen die daar werken. Oké, nog wel even de mensen die bij de microfoon komen. Ik weet dat we op tijd zitten, maar inderdaad, maak hem even goed schoon. Dat is goed voor iedereen, voor de veiligheid, we doen het samen. Dat is wel heel veel spuiten. Dan waar ik hier te veel. Nee, ik wilde één ding. Wij zijn als actiegroepen ontzettend... Oh, sorry, Jori Oudshoorn van Den Haag Fossielvrij. Maar wij zijn als actiegroepen heel erg afhankelijk van die openbare ruimte. En alle zeg maar, belangen in onze wereld, die worden allemaal achter gesloten deuren verdeeld. En ik denk dat we niet moeten onderschatten hoe die openbare ruimte in ons nadeel werkt. Wij hebben niet een telefoonboek van alle mensen die overal actief zijn, want wij denken dan aan privacy. Maar dat heeft de directeur van dit of van dat wel. Dus die kunnen, buiten die openbare ruimte, kunnen ze heel snel met elkaar schakelen. En dit gaat vaker voorkomen. En wij laten het gebeuren dat je dus met 30 mensen mag demonstreren, maar wel met 300 mensen in een vliegtuig kan zitten. En dat is dus ook een vorm van een openbare ruimte die niet door ons geclaimd wordt en die dus nu door zo'n extreem rechts wel geclaimd wordt, alleen dan zonder verantwoordelijkheid voor het feit dat die openbare ruimte ook echt een gevaar voor gezondheid voor mensen kan zijn. Die openbare ruimte speelt op heel veel dingen. In publieke debatten in de Tweede Kamer die niet meer met dingen gebeuren wat jij aangeeft. Kranten. Ik denk dat we echt ook kranten, tijdschriften, televisieprogramma's, radioprogramma's er bewust van maken dat zij de vervangende openbare ruimte zijn. En dat ook als er dus geen demonstratie is, dat zij meer ruimte voor dit soort dingen in hun publieke ruimte moeten gaan pakken, om ervoor te zorgen dat we dit wel in evenwicht houden. Dus die openbare ruimte is volgens mij een kritiek punt voor onze manier van werken. En daar moeten we ook allemaal voor opkomen. Dat wilde ik nog even in het hoofd meenemen. We hebben natuurlijk de serie Klimaatstrijd en Crisistijd georganiseerd om die ruimte online voor onszelf als klimaatbeweging te hebben. Dat was natuurlijk bij gebrek aan echte linkse media, was dat toch een stapje? Jawel, maar dat is dus allemaal binnen je eigen bubbel. Met Facebook, met al die social media, je bereikt je eigen bubbel. Dat is niet de openbare ruimte. Dat is je eigen feestje waar je eigen promotie kan doen. Goed punt. En hem dan aan de grond moeten houden, was dat ook een suggestie? Deze ideeën zijn voor verdere discussie in de pauze. Zijn we bijna. Allereerst wil ik even zeggen hoe geweldig het is om een vrouwenpanel te hebben. Love it. Echt helemaal toppie. wilde ik toch even aankaarten, ja. Maar ik wil even... Oh, sorry. Ik ben Irene van Code Rood. Dus ja, zoals Jesse al zei, we hebben wel gemerkt dat de klimaatbeweging redelijk gefragmenteerd is en ook best wel fragiel is in dit soort tijden. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel erg gemerkt dat er wel een soort realisatie was, in ieder geval binnen onze organisatie, van kijk, deze crisis laat zien dat het allemaal wel heel erg verbonden is. Repressie, sociale ongelijkheid, klimaatcrisis, het heeft allemaal met elkaar te maken. En zo'n crisis is gewoon een shock doctrine in de praktijk. En laat zien dat dit soort momenten heel erg misbruikt worden door rechts en door de mensen die de macht hebben om dat allemaal te versterken en om hun eigen interest te meeten. Sorry, het is een beetje half Engels, half Nederlands. Maar als reactie daarop is toen wel het initiatief Beter uit de Crisis opgezet, dat een soort collaboration was tussen verschillende grassroots groepen, ook buiten de klimaatbeweging, zoals Nederland Wordt Beter en Speak en Reclaim Our Pride. En ik denk dat dit
misschien dat iemand anders hier een correctie op heeft, maar volgens mij was dat de eerste keer in de geschiedenis in Nederland in ieder geval, dat zo'n intersectionele grassroots samenwerking plaatsvond. En in combinatie met de hele grote kick-out Zwarte Piet, Black Lives Matter demonstraties, die sowieso racisme in Nederland heel erg op de kaart hebben gezet, en ook het potentiële de mobilisatiepotential van lokaal en van de racismebeweging hebben laten zien, is mijn vraag aan het panel, maar misschien ook aan andere mensen in de zaal, hoe heeft deze introspectie over de verbondenheid van al deze problemen bij jullie plaatsgevonden? Hoe hebben jullie hierop gereageerd en hoe kijken jullie hierop terug? Die samenwerking tussen verschillende groepen, een intersectioneel narratief en ook de potentie om dus lokaal te mobiliseren. Een beetje heel veel vragen in één, maar hopelijk kunnen jullie er dan wel mee. En er komen straks ook nog panels aan waarin meer ruimte is om deze vragen te bediscussiëren. Dus niet alles hoeft nu. Dat we het allemaal gewoon heel goed doen met het, ook het geduld dat we opbrengen. En dat ik niet mensen naar de microfoon zie rennen, maar dat mensen ruimte pakken. Dus dank daarvoor dat dat zo goed en veilig en serieus wordt genomen. Ten eerste, als mensen denken dat ik me voel aangevallen door Ewout, zeker niet. Ik werk voor de FNV en hij heeft gewoon helemaal gelijk. Als je daar wat meer over horen, dan wil ik inderdaad refereren naar een panel waar ik heb gezeten in online discussies, klimaattijd, of wat was het ook weer? Strijd in klimaatstrijd in crisistijd, zo, dat was het. En dat we gingen over staken als middel. Even op Philippe terug te komen. Dat is een hele complexe vraag. Dan moet ik inderdaad de hele lezing houden, dat ga ik nu niet doen. Maar ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat wij als klimaatbeweging inderdaad soms meer versplinterd zijn dan de protestantse kerk. Dat is nou helemaal zo. We hebben allemaal onze eigen eisen, onze eigen mening over dingen. En dat mag, dat is ook wat een beweging is. Ik denk dat je wel moet nadenken, wat wil je dan eigenlijk als beweging? Want ik heb heel vaak in overleg gezeten met NGO's en met andere groepen. En dat je gezamenlijk eisen wil gaan formuleren. En wat we vaak doen is dat we heel reactief zijn naar wat het kabinet doet of het bedrijfsleven doet. En ik denk dat we dat niet moeten doen. Want wat doet het kabinet en het bedrijfsleven? Die kwantificeren de zaak. Ze zeggen eigenlijk van dit is het bedrag bijvoorbeeld waar het over mag gaan. En je mag een beetje aan de knoppen draaien en that's it. Ik heb het heel vaak ook meegemaakt in onderhandelingen op CEO-gebied en dergelijke. Maar ik denk dat we een politiek filosofische vraag aan onszelf moeten stellen. Wat willen wij nou als beweging? En als we dat kunnen poneren in de samenleving, de idee. Ja, we willen groener uit de crisis. We willen humaner uit de crisis. Gelijkheid voor iedereen. En als je in dat soort globale termen gaat praten, dan kunnen mensen zich erachter gaan scharen. Want je moet niet vergeten, heel veel mensen zijn momenteel bezig met overleven. Die zijn helemaal niet bezig met het hogere ideaal. En als je die dingen met elkaar samen verbindt, en we hebben het eerder gedaan, another world is possible. En mensen begonnen te denken, ja, dat is mogelijk. En er kwamen duizenden mensen in beweging. Want we moeten ons ook realiseren, als we echt veranderingen teweeg willen gaan brengen, dan gaan we het niet redden met een demonstratie van 100.000 mensen. Er zijn 13 miljoen stemgerechtigden in Nederland. We moeten echt een massale beweging gaan opbouwen. En daarom moeten we ook in globale termen durven te denken. Dus ik denk niet dat het gaat helpen om te zeggen, het gaat over 49% CO2-reductie. Dat zegt mensen echt helemaal geen ene malle moer, om het even netjes te houden. We moeten gaan nadenken van nee, wat voor samenleving willen we met elkaar gaan opbouwen? En ik denk dat mijn naad in het begin ook wel correct zijn. Het gaat over verdeling van welvaart, mensen. Het gaat inderdaad over die 1% die rijkdom naar zich toe trekt. Nee, dat willen we niet. Wat willen we wel? Gelijkheid. We willen rechtvaardigheid. Universele waarden. En ik denk dat mensen zich daarachter kunnen gaan scharen. En als we dat met elkaar kunnen bespreken en daar vandaan een beweging opbouwen, en dan ga ik praten over strategie en tactiek daarachter, waar we het vanmiddag ook nog over gaan hebben, dat we dan echt een heel eind verder komen. Dus niet op de details, maar op het grote idee. Dank jullie wel.
Ik zie nog drie mensen die het woord willen voeren. Nou, ze wel enige. Daar hebben mensen niet goed gecoördineerd wie hun vinger omhoog hadden. Maar drie mensen dus. En dan gaan we daarna nog even langs het panel. En dan zijn we gewoon binnen de tijd, precies op tijd, klaar voor zometeen pauze. Bella van Greenpeace. Ja, ik vond het ook echt een uitdagende tijd afgelopen maanden. En inderdaad is mijn reflectie ook van shit, als echt zeg maar de crisis de pleuris uitbreekt, dan weten we elkaar gewoon niet goed genoeg te vinden. En dan inderdaad verschansen we ons toch weer te veel op ons eigen eilandje en hebben we te weinig strategisch besef om uit te zoomen en te denken van oké, hoe gaan we nou al die verschillen onderling op zo'n manier overkomen dat we inderdaad wel echt een gezamenlijke vuist kunnen maken. En dat is gewoon niet goed gelukt. En ik denk dat er een aantal dingen al benoemd zijn. Dus ook hand in eigen boezem daarvoor vanuit mijn organisatie, denk ik. Maar het zit volgens mij op allerlei plekken, zeg maar. Er is ook vanuit de grassroots naar de NGO's soms een soort van houding van ja, jullie remmen ons of jullie betuttelen ons. En ik vond het bijvoorbeeld niet handig dat Beter Uit de Crisis bij voorbaat deelname van NGO's uitsloot. Omdat ik wel snap dat het in proces het handig is om even vrij uit te kunnen spreken zonder NGO's. Maar als het dan later bij ons terugkomt met een concreet eisenpakket, ja, dan kun je eigenlijk al nagaan dat Greenpeace daar niet in meegaat. En het was zoveel sterker geweest als dat wel had gekund. Dus dat is zo'n dilemma waar we volgens mij elkaar niet goed genoeg weten te vinden. En ik heb ook niet het juiste antwoord, maar ik heb dit soort gesprekken heel erg gemist de afgelopen tijd. Dat we gewoon elkaar kunnen treffen, kritisch op elkaar kunnen zijn en denken van hoe kan dit beter? Want of het nou een heel globaal verhaal moet worden of juist wel een heel scherp eisenpakket op de politiek, daar ben ik ook niet over uit. Maar ja, we moeten een manier vinden om zeg maar, met de hele scherpe, radicale systeemkritiek en de meer soort van, ja, om by lack of a better word, gematigde verhalen, om dat toch op lijn te brengen, om inderdaad die 13 miljoen mensen die hun stem mogen uitbrengen en eigenlijk nog veel breder in de samenleving, want dan de jongeren doen ook mee, om die toch echt aan boord te krijgen voor systeemverandering. Want met alleen maar, zeg maar losse manifestjes van die en petitie van die en een actietje van die gaan we het gewoon niet redden. En ja, dat baart me wel echt zorgen dat we in deze tijd nog niet volwassen genoeg zijn als beweging om elkaar te vinden. Dus hopelijk kunnen we daar vandaag wat aan doen. Ja, radicale ideeën kunnen natuurlijk ook heel goed hand in hand gaan met die concrete eisen. Als het gaat over wat eerder ook werd gezegd, als een bedrijf wordt gered, aandelen gewoon in gemeenschapshanden. Dat is een super radicaal idee. Maar ook heel logisch. Als je geld betaalt voor een bedrijf, dat je er dan iets over te zeggen hebt. Zo gaat het op de markt ook. Goed zo, Kirsten. Ja, veel is al gezegd, maar ik wilde daar toch nog even op inhaken. Inderdaad, dat er over het algemeen wel wordt geconcludeerd dat de klimaatbeweging best wel versplinterd is. Of versplinterd handelt soms. En ik denk ook dat het logisch is dat je als groep of NGO een bepaald thema of een bepaald bedrijf daaruit kiest waarop je actie gaat voeren, zoals KLM, zoals Shell. Maar wat al eerder was gezegd, als je echt verandering teweeg wil brengen, dan moet je ook echt dat grotere verhaal gaan presenteren. En volgens mij zitten we wel, als ik zo de verschillende visies hoor daarover, zitten we eigenlijk best wel op één lijn. En vraag ik me af van hoe kunnen we dan als beweging niet elkaar alleen maar ondersteunen bij bijvoorbeeld die specifieke acties die we doen en die specifieke petities, maar ook dat grotere verhaal breder laten landen. En wat Juri al aangaf, van we hebben die publieke ruimte niet, maar we hebben ook niet altijd die toegang tot die sleutelfiguren. En zelf als ik deze zomer Fantoomgroen aan het lezen, en dat ging over hoe bijvoorbeeld ideeën, neoliberale ideeën, toch zijn geland. En dat was omdat die heel erg lang hebben gelobbyd bij media, bij sleutelfiguren in de politiek, bij wetenschappers. Dus ik ben benieuwd van hoe kunnen we dat als beweging op straat doen, maar hebben we ook ideeën om
groter, een academie, een community, denkers mee te nemen. Hoe kunnen we dat doen, zodat we toch ook nog meer slagkracht krijgen? Dus die vraag wil ik nog neerleggen. Jesse, jij bent de laatste, denk ik. En als mensen handen in eigen boezem gaan steken. Ik werk bij een denktank. Dus misschien is inderdaad, hoe kunnen we die denkkracht mobiliseren, is ook een uitdaging voor ons bij TNI om daar de beweging in te helpen en te ondersteunen. Dank je. Eigenlijk heeft Kirsten het al een beetje mijn punt gezegd. Maar ik wilde nog een beetje het punt maken over het beter uit crisis, werd al eerder genoemd door Irene en door Pelle. Dat was inderdaad een best wel goed voorbeeld van hoe de linkse beweging elkaar opzocht. Maar daarbij kwam wel, dat duurde heel lang voordat we elkaar vonden. En de organisatie zelf duurde heel lang. En we aten elkaar uiteindelijk op, een beetje vreemde uitdrukking, voor specifieke eisen waar we dan net niet over eens waren. En volgens mij is dat ook een beetje wat waar de linksbeweging heel vaak de fout in gaat. Dat we heel erg focussen op waar wij het vooral niet mee eens zijn van andere bewegingen. En dat we dat dan dus fout vinden. Dat we daardoor dan niet ondersteunen. En het klopt dat bijvoorbeeld NGO's niet hebben betrokken. Ik kan me niet herinneren dat ze hebben verboden, maar misschien wel. Maar dan nog, dan hoop ik eigenlijk dat die groepen ook volwassen genoeg zijn om te denken, oké, dat is niet helemaal ons ding, maar we zien er wel potentie in. En uiteindelijk is dat hele initiatief best wel door verschillende groepen laten vallen eigenlijk. Dat uiteindelijk kwam het neer op een heel klein groepje en het werd een soort van doodgebloed. Maar het was wel het eerste initiatief en het laat volgens mij gewoon duidelijk zien waar het probleem zit. Namelijk dat wij als linksgroepen blijkbaar toch bang zijn om ons aan elkaar te verbinden. Dat we een beetje soort als mama's kindjes aan ons eigen ding blijven vasthangen. En ik ben nog jong en dus niet verbitterd, dus ik zie nog wel heel veel potentie. Dus, maar als we dan straks pauze hebben, wil ik eigenlijk iedereen oproepen om, we hebben nu allemaal de mond vol van dat hele laten we organiseren en zo, maar ga dan ook echt over nadenken. En laten we ook eindelijk dan dat echt gaan doen en dat we niet weer straks dan na vandaag weglopen en denken, oh, nou, dat was een leuke discussie, ik zie zo over een half jaar wel weer. Nee, dat we gewoon echt een beweging hebben, dat we een half jaar gewoon een revolutie hebben, niet nog een discussie. Hoewel dat ook wel leuk is. Eerste revolutie, dan de discussie. Perfect. Mag ik de panelisten vragen om nog, hebben jullie nog in 2-3 minuten reflecties op wat er is gezegd? Zullen we gewoon het rijtje afgaan? Is goed. Ik wil eerst iedereen even bedanken voor al de input die jullie hebben gegeven. Ik vond het echt heel leuk om te luisteren naar wat iedereen te zeggen had. En verder zat ik ook nog te denken over, zeg maar, hoe kunnen we weer nieuw leven blazen in de klimaatbeweging. En ik denk dat toen, zeg maar, 1,5 jaar geleden, met toen Youth for Climate heel groot werd, wat het ding was, het was nieuw. Het was voor heel veel mensen was het heel interessant. En ik denk dat we nieuw, zeg maar, opnieuw een manier moeten verzinnen om weer, zeg maar, de klimaatbeweging in een nieuw jasje te steken. Om het weer interessant te maken. En niet weer gewoon hetzelfde. Dat het niet weer precies hetzelfde te doen. En dus een manier vinden om mensen weer bij te betrekken om het interessant te maken. En een soort renovatie van de klimaatbeweging. Dus ik denk, als de mensen daar nog ideeën over hebben, kom zo meteen in de pauze naar me toe, want daar wil ik het heel graag over hebben. Vind ik heel interessant. En verder, ja, bedankt dat jullie hier allemaal zijn en voor het luisteren. Ik wil ook iedereen bedanken voor de bijdrage en de discussie. Het heeft me wel goed gedaan, dus dankjewel. En ik maakte in mijn introductie nog een beetje kort een punt over extreem rechts. Dat hebben we verder niet echt meer besproken. Ik denk dat dat ook nog wel belangrijk gaat zijn voor de rest van de dag. Hoe we ons daar tot verhouden en wat ons antwoord daarop eigenlijk is. En verder, ik kijk uit naar de volgende discussies en bijdrages. Ja, ik vind het ook echt heel tof dat we dit hebben. Volgens mij is het ook echt de eerste keer sinds lange tijd dat ik weer met zoveel mensen, met zoveel gelijkstemmige gedachten in één ruimte ben. Dus dat is wel echt ook weer, denk ik, heel onwijs opsteker of zo. Ik dacht zelf nog misschien, de laatste tijd ben ik zelf best wel aan het reflecteren over dat wat er nu coronapolitiek gezien gebeurt allemaal in heel ramp tempo, wat we eigenlijk ook altijd al met klimaat hebben gezien. En wat ik heel interessant vind, en het sluit misschien ook een beetje aan bij wat John zei, is dat in eerste instantie bleef iedereen netjes thuis en hield zich aan alle regels. En ik denk dat dat kwam omdat we toen leefden in de maatschappij heel erg op angst. Angst voor het virus, angst voor als de ziekenhuizen te vol raakten. En ik denk dat je nu wel ook een beetje ziet dat je kunt niet zo lang op angst. Mensen willen op een gegeven moment weer iets hoopvols, iets aan de glorie zien. En ik denk juist dat we, als ik kijk waar we op een gegeven moment als klimaatbeweging stonden, inderdaad de jongerenstakingen, de mars in maart, vol in de regen. Het waren momenten, denk ik, waarin de klimaatbeweging ook liet zien,
We zijn niet alleen maar bitter en boos en negatief. Wij zien met z'n allen echt een supermooie wereld voor ons. En daar willen we echt heel graag naartoe. Maar we moeten wel echt een aantal zaken dus heel hard met elkaar gaan aanpakken. En daar hebben we niet zoveel tijd meer voor. Dus ik hoop ergens ook heel erg dat we... Ja, corona was heel erg ingrijpend. Maar corona is ook gewoon nu wat het is. En dat we ook gewoon een manier vinden... om weer terug te gaan naar wat we waren, fouten en al, en die weer gaan verbeteren. Want we waren wel, denk ik, al echt heel erg waar er behoefte aan was. Waar gaan we naartoe? Wat is die stip op die horizon? En we hebben allemaal verschillende kwaliteiten om dat, denk ik, met elkaar te gaan doen. Dus ik hoop heel erg dat dat ook weer lukt en dat dat uiteindelijk is waar we hiermee weglopen. Dat ook de volgende sessies daar heel erg over kunnen gaan, van hoe ga je dat met elkaar doen. Heel hartelijk applaus voor ons fantastische panel. En het voelt altijd een beetje gek om te klappen voor jezelf, maar ik was heel blij om te zien dat iedereen zo rustig, geduldig beurten kon afwachten. En toch dat er heel veel mensen naar de microfoon zijn gekomen, dus dat was fantastisch. Dus ook even een applausje voor jullie. Dan gaan we nu pauze houden. Pauze, dat is meestal vrije tijd, maar we hebben gewoon beperkende maatregelen waar we serieus mee om moeten gaan. Blijf die afstand ook houden. Hou je mondkapje zoveel mogelijk op als je binnen bent, tenzij je een slokje thee of koffie neemt. Ga als je wil praten met mensen even lekker buiten staan. Dat is sowieso goed voor je frisse lucht, maar zeker in tijden ventilatie. Bij terugkomst ga weer direct op je stoel zitten. Ga niet even bij andere stoelen even buurten, omdat je mensen lang niet hebt gezien. Als je dus met mensen wil spreken, doe dat buiten. Zorg ook dat de wc's een beetje begaanbaar blijven. Dus ga niet met 6 mensen in een kringetje rond de wc. Als je daar naartoe moet, hou daar ook gewoon netjes een wachtrij aan. Maak ook even gebruik van de momenten om bijvoorbeeld even naar de boekentafels te kijken. Wat propagandamateriaal mee te nemen. Maar alle